En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Ik zie u heeft uw jas al uit. Heeft u al een beetje zin in de zomer na alle regen? Zeker. Zijn er plannen voor de zomer? Ik ga op vakantie en vierdaagse feesten. En die vakantie, is dat in Nederland of juist naar de nog warmere zon? Nou ja, niet warmer, maar ik ga naar Edinburgh. Beetje hetzelfde klimaat, denk ik. Misschien iets kouder. Geen idee. Nee, ik plan nooit vooruit. Ik word wakker en dan gaan we kijken. En dan gaan we bepalen wat we doen. En vandaag was het naar de markt. Oeh, nou misschien ga ik naar het strand toe of iets lekker aan de Waal. Maar, lekker een drankje doen. Ja. Heerlijk. Het wordt maar beter. Ik heb nog geen plannen. Nee, nog niet. Nog niet. Heeft u wel zin in de zomer? Ja, wie niet? Wie niet? Plannen voor de zomer? Volop. Fietsen, lopen, wandelen, van alles. Heeft u plannen van de zomer? Nee, nog niet. Dat moet op laatste momenten komen. Hoe brengt u de zomer dan door? Thuis? Thuis. En veel wandelen. Hij heeft een rolstoel met elektrische ondersteuning. Dus. Krijg je dan ook het zomergevoel een beetje door lekker naar buiten te gaan? Nou, als het goed weer is en wij wonen daar hoog op balkon, in bikini op balkon. Heerlijk. Ja. Gaat u op vakantie dit jaar nog? Nee. We houden hier vakantie. Dat is ook vakantie? Ja, tuurlijk. Ja. Waar gaat u dan heen? Naldersvlak. Is dat een camping, een vakantiepark? Zweefvliegtuig. Ja, krijg ik koffie denk ik, wat gemak. We gaan samen nog een paar dagen naar de camping en we gaan nog naar een vakantiehuisje in Katzand met mijn gezin. Dus lekker aan naar de zee toe. Ja. Ja, en ik ga nog naar Griekenland toe en dus ook nog lekker aan het strand. Daar is volgens mij echt 40 graden of zo, dus dat is wel lekker. Nou, geen vakantieplannen meer, gewoon thuis. Ja. En ziet u dat een beetje zitten na al dat slechte weer? Ja, want er komt beter weer aan, hè? Hebben ze voorspeld. Dus daar gaan we vanuit dat dat gaat lukken. Nou, we hebben nog niet echt plannen. Ja, wij gaan elke zondag lunchen bij meneer Vos. En dat is ons zondagse uitje. De leeftijd van vakanties en zo hebben we gehad. Een vakantie heeft niks te maken met waar je zit, maar hoe je het viert. En hoe doet u dat? Heerlijk uitrusten en genieten van de omgeving. En van elkaar. Heel belangrijk, hè? Ik dacht dat wel, ja.